derde huis. Oh ja? Ja, gezellig met allemaal dezelfde mensen van jouw leeftijd en allerlei herinneringen oprakelen. Ja, hier zit je toch alleen maar in je eentje in dit grote maar, huis. Maar hoe moet het dan met al mijn spullen? Kan dat allemaal wel mee naar het nieuwe huis? Mijn pet! Is die van jou geweest? Hoezo geweest? Die pet is nog steeds van mij. Geef eens. Ja, als jonge man bevoer ik alle wereldzeeën. Ik ging naar China, naar Japan, naar Afrika, naar Australië en natuurlijk naar Amerika. Welkom in Rusthuis, de laatste halte. Ik hoop van ganse harte dat u het naar uw zin zal hebben. Meneer de Vries, zei u nou meneer de Vries? Daar luister ik niet naar. Zo noemt niemand mij. Zegt u maar gewoon opa, hè? Dat doet iedereen. Ik heet Els, dat is mijn voornaam. Dan noemt u mij gewoon zuster Els. Ik weet nog wel een liedje over Els, of beter gezegd over Elsje. Die zal ook blij zijn. Dat kind heeft mij zo goed geholpen met die verhuizing. Ze heeft vast reuze honger en Roos is dol nou, aan de koeken. Oh, dat is niet de bedoeling, meneer de Vries. Bezoek is bezoek. Opa, waar ga je nou weer naartoe? Naar huis. Ik vind het hier niet leuk. Wat is er nou weer aan de hand? Ja, ze eten vanavond pannenkoeken. Nou, dat vind jij toch altijd zo lekker? Ja, maar jij mag niet mee eten. Dat vind ik niet leuk. Oh joh, dat maakt helemaal niet uit. Ik ben geen klein kind meer. Ik kan goed voor mezelf zorgen, opa. Oh. Kom, laten we nou even teruggaan. En weet je, ik heb nog wel wat boterhammetjes in mijn tas liggen. Oude brombeer. Als ik een beer ben jij het ook? Want jij bent mijn kleindochter. Nooit meer boos. Dat doen we nog één keer.